ben ik ook heel erg benieuwd of jullie mij nu op dit moment kunnen horen. Oké, welkom terug bij deze livestream. Als het goed is, moet het geluid naar werken. Ik had net een paar kleine probleempjes met het geluid, maar als het goed is, doet het audio nu. Kun je even laten weten of de audio goed werkt zo? Werkt de audio zo goed? Ja, welkom dus bij deze livestream hier op mijn YouTube kanaal. Nou, zoals ik net al had willen vertellen, het een en ander ging mis met de livestream starten, maar als het goed is, draait alles nu. Ik ben heel erg benieuwd of de audio goed werkt, want daar waren het wat problemen mee. Kun je even laten weten of de audio goed werkt? Want ik kan mezelf op dit moment niet terug horen. Met de instelling die ik nu heb veranderd. Ja, voor de mensen die het eventjes niet helemaal goed hadden begrepen enzovoort wat aan de hand was. Mijn audio deed niet. Ja, dat is eigenlijk wat er kort op meekomt. Hoor je wel maar veel ruis op. Oh. Dat is niet zo goed. Ik hoor dat er veel ruis op de lijn zit. Dus ik zal eventjes mijn audio weer een beetje aanpassen. Als het goed is, zit er zo minder ruis op de lijn. Mocht er nog wel ruis op de lijn zijn, sorry, dat ga ik uitzoeken. Maar dat gaat me nu helaas op dit moment niet lukken. Even kijken, al mijn stekkers zitten er wel goed in. Ja. Oké, nou in ieder geval, welkom dus bij deze livestream op mijn kanaal. Voor de mensen die het in de vorige stukje net niet hebben kunnen horen. Mijn naam is dus Dave Rijnmakers en welkom hier bij deze livestream. Nou, het is een tijd geleden dat ik heb gelivestreamd op mijn kanaal. Ik heb op dit moment ook een andere setting, zit ook in een ander plekje. Dus vandaar het even uitzoeken was of alles nu goed werkt. Nou, wat gaan we in deze livestream doen? We gaan in deze livestream serie een eigen website maken. Ik kreeg namelijk van regelmatig van kijkers de vraag of ik weer kan laten zien hoe dat je een eigen website wil maken. Nou, ik wil het een beetje interactief maken, dus met jullie bij betrekken. En daarvoor ben ik op dit uitgekomen. Wat ik ga doen, ik ga één keer in de maand ga ik livestreamen. Dat zal dus... kijk, super, dankjewel Roos. Ik ga dus één keer in de maand livestreamen. Dat zal op de derde dinsdag van de maand zijn. En op de eerste dinsdag van de maand zal er een normale video aankomen. Of een normale, een reguliere video aankomen. Nou, wat gaan we nou precies doen? We gaan dus een website maken. En ik wil eigenlijk een website maken die ik samen met jullie kan gaan maken. Maar ook waar meerdere mensen omheen aan bij kunnen dragen. En het lijkt me nou een leuk idee om een website te gaan maken over brandstof. Ja, brandstof. Het is op zijn moment ontzettend duur. 2 euro per liter is haast niks. En daarom wil ik een website gaan maken waar je het een beetje bij kan houden. Nou, ik weet dat die al websites al wel bestaan. Dat klopt. Maar het lijkt me gewoon leuk om er zelf ook een te gaan maken. En het lijkt me ook leuk om dat samen met jullie te gaan doen. Nou, waar gaan we dat in doen? Dat gaan we doen in een softwarepakket genaamd Notepad++. Dat is gewoon een gratis pakket, kun je gratis downloaden. Mocht je het nou niet hebben, klik dan even op de videobeschrijving. Dan zal ik na deze livestream even een linkje zetten waar je deze gratis kunt downloaden. Nou, op het moment dat ik een website ga maken, vind ik het altijd handig om te gaan beginnen met 3 verschillende of 4 verschillende pagina's. Als eerste de style.css. Ik moet hier zien. De style.css. En de style.css is de pagina waar zometeen alles in komt staan, onze opmaak. Vervolgens hebben we de pagina function, daar komen alle functies in te staan. DB, daar komt de database connectie in te staan. En index, dat is het algeheel. Nou, om het even een beetje duidelijk te gaan maken, vergelijk ik het eigenlijk altijd met een huis. Op het moment dat je een huis gaat bouwen, begin je natuurlijk niet zomaar. Je begint onderaan. En dat betekent dus met het uitgraven en de fundering leggen. Nou, dat kun je eigenlijk vergelijken met je index. Je index.php is eigenlijk de standaardpagina waar je mee altijd gaat beginnen. Hier staat dus alles in wat er is. Dus je bouwplan, hoe hoog het huis gaat worden, etc. In je DB, daar staat de connectie. Stel eventjes voor, met dat zijn de aansluitingen met je nutsbedrijf. Dus je gas, water, licht enzovoort. Dat zit hierin. En je functies, dat zijn je bepaalde elementen die in het huis zitten. Vergelijk het even met de kamers. Een woonkamer, een keuken, etcetera. En de style.css is de opmaak. Dus met deze 4 pagina's kun je eigenlijk je hele huis maken. Als eerst heb je de fundering, aansluiting met de nutsbedrijven, de verschillende kamers in je huis,
Die gaan we hierin programmeren. En als laatste de opmaak. En in de opmaak gaan we dus later alles zetten van de opmaak. Nou, dit is misschien een beetje technisch, dus ik ga daar rustig op inkomen. Want wat gaan we als eerste doen? We gaan het idee schetsen. En dan ben ik heel erg benieuwd of jullie daar leuke input voor hebben. Dus mocht je leuke input hebben, laat dan zeker even achteraan in de chat. Dan kom ik daar zo meteen bij terug met jullie. Ik kan de chat trouwens gewoon naast me zien. Dus als ik af en toe wegkijk, dan zal ik naar de chat kijken. Nou, we gaan even opschrijven. Wat gaan we doen? We gaan een website maken. Een website voor brandstofprijzen. Brandstofprijzen. Nou, wat gaat er op deze website komen? Dat zijn een aantal pagina's. Nou, als eerste wil ik natuurlijk weten over ons pagina. En mocht je nou een leuk idee hebben, laat ze gerust achter, dan kan ik ze mee gaan kijken. Over ons. Ik zie hier iemand aan de type nerd zegt, ik ken je nog van het maken van de website video's of van de webshop video's. Nou, dat klopt inderdaad. Die heb ik verschillende keren gemaakt. En misschien gaan we hier ook wel later een webshop aan toevoegen. Dus ik ga hem alvast bijzetten. Webshop. En ik ga er eventjes een sterretje voor zetten. Dat zal eventueel later gaan komen. Dus ik ga een over ons pagina maken. We gaan een pagina maken die heet, even kijken. Natuurlijk standaard home. Type brandstof. En we gaan eventjes een top 10 maken. Nou, dit zijn dus de aantal pagina's die er sowieso op gaan komen. Kunnen ze later eventueel gaan uitbreiden nog maar. Hier wil ik mee gaan beginnen. Natuurlijk moet er ook een beheerpagina zijn. Want ik wil natuurlijk dat jullie zelf dingen kunnen gaan toevoegen aan de website. Dus we gaan een beheer maken. Beheerpagina. En in de beheerpagina wil ik als eerste een pagina hebben met je eigen gegevens. Dus zijn mijn gegevens. Ik wil een pagina waar je natuurlijk kunt inloggen en uitloggen. Inlog/uitlog. Ik wil vervolgens ook nog een pagina hebben met mijn brandstoffen. Mijn brandstof. Nou, dit is even wel genoeg. Ik krijg hier van al gelijk een vraag van iemand. En dat is, in welke taal ga je programmeren? Of welke taal is dit? Nou, met het programma wat ik ga maken, kun je eigenlijk verschillende talen gaan programmeren. Nou, ik kies ervoor om eigenlijk alles in PHP te gaan programmeren in combinatie met HTML. Voor de mensen die even niet weten hoe het precies in elkaar zit. HTML, daar kun je een statische website mee maken. Oftewel, die is zoals je uitziet en daar gaat niet echt veel in gebeuren. Maar PHP kun je dingen laten gebeuren. Bijvoorbeeld een gebruikers toevoegen, een wachtwoord aanmaken, et cetera, et cetera. Dus eigenlijk als er wat techniek aan toepas komt, dan ga je PHP gebruiken. Je zou ook gebruik kunnen maken van andere talen, maar ik vind PHP de makkelijkste taal, dus ik ga daar gebruik van maken. Dus vandaar eigenlijk. Nou, mijn brandstof. En nou lijkt het me ook leuk dat je punten kunt gaan verdienen. Dus elke keer als je brandstofprijs hebt gedaan, dat je de punten krijgt, simpelweg om een beetje en zorgen dat dat leuk gaat worden, dat je dit ook gaat gebruiken, deze website. Dus doen we even ook mijn punten. We gaan straks nog voor een leuke naam komen in plaats van punten, maar ik heb even geen idee nog voor een naam. Mijn punten, mijn webshop. En misschien is het leuk straks trouwens, als je met je punten iets kunt kopen in de webshop. Dus stel, het wordt een heel groot succes, dat je dan met je punten iets kunt gaan kopen. Dat moet ik later even naar gaan kijken, maar dat lijkt me wel leuk. Een webshop met punten. Punten te koop. Dus ik ga een soort van korting krijgt eigenlijk. Ik heb nog geen idee hoe ik het ga maken, maar het komt vanzelf wel goed eigenlijk. Daar gaan we vanzelf toe. Nou, dit is eigenlijk een beetje mijn schets hoe dat ik meestal begin met het maken van een website. Dus eerst even grof op papier schrijven. Wat gaat erin zijn? Dus welke pagina's of welke functionaliteit krijgt onze website die voor iedereen toegankelijk is. En eventueel de functionaliteit die alleen voor de beheerders zijn. Nou, we kunnen hier nog later mee verder gaan. Maar ik vind het wel een mooi begin eigenlijk om te gaan beginnen. Dus ik ga hem wel even opslaan. En dan kunnen jullie gelijk zien hoe mijn mappenstructuur werkt. En even kijken, kunnen jullie dit zien? Dit kunnen jullie niet zien. Dit laat ik in de volgende video zien. Want jullie zien het niet.
Dat is een beetje jammer. Ik ga hem dus even opslaan. En we doen het eventjes als concept. Concept opslaan. Ik sla hem als concept op. Nou, vervolgens kan u hier eigenlijk aan verder gaan. En als we dit hebben gemaakt, is het ook heel erg handig om te gaan weten welke gegevens we willen gaan opslaan. Oftewel, welke gegevens moeten er in onze database gaan komen? Wat willen we eigenlijk gaan bewaren? Dan gaan we hieronder zetten. En ik noem dat zelf altijd DB. Lekker makkelijk. Nou, bij de DB willen we als eerste gaan opslaan. Waarom doe je dit in Notepad++? Goeie vraag. En eigenlijk heb ik daar geen antwoord op. Er zijn ontzettend veel programma's waar je in kunt programmeren. En ik werk al jaren met Notepad++. Dus vandaar dat ik daar gebruik van maak. Je kunt hiervoor ook verschillende andere programma's gebruiken. Maar ik heb gemerkt dat Notepad++ het makkelijkste programma is om te leren. En ook het makkelijkste programma is bij gebruiksvriendelijkheid. Dus vandaar dat ik daarin gebruik. En dat is ook mijn standaard programmeerprogramma. Raar woord trouwens. Oké, database. Als je een database wil gaan maken, dan is het de beste om eerst gewoon even grofweg op te schrijven wat je wil gaan opslaan. Dus in mijn geval wil ik gaan opslaan. Even kijken, wat wil ik gaan opslaan? Ik wil de naam van de gebruiker. Doen we even user van maken. De naam van de user, dus wie zijn jullie? Ik wil een e-mailadres van de user weten. Van de user. De punten die de user heeft. Ik wil, of punten moet het is trouwens, punten van de user. Ik wil weten wanneer de user eigenlijk zijn account heeft aangemaakt. Dat is wel handig voor een leuk dingetje eigenlijk. Ik doe wel even datum aanmelden van user. Wil ik nog meer van de gebruiker weten? Nee, op dit moment is het eigenlijk wel goed. Werkt Visual Studio Code ook goed? Jazeker. Visual Studio Code werkt ook heel erg goed. Het is wel bij Visual Studio zo dat je dan eigenlijk gelijk gaat programmeren in C++. Want daar is het programma voor geschreven. Omdat het ook van Microsoft is. Visual Studio werkt alleen omdat het van Microsoft is op een Windows computer. Dus mocht je een Mac computer hebben of een Linux, ja, dan werkt het helaas niet. Dus daarom zou ik persoonlijk niet in Visual Studio programmeren. Daarnaast is het ook een betaalprogramma. Dus vandaar dat ik daar niet voor kies. Oké, wat willen we mee gaan opslaan? Ik denk dat dit van de user eigenlijk wel alles is. Maar nu wil ik eigenlijk dingen gaan opslaan die te maken hebben met de brandstof zelf. Dus de brandstof, dat betekent dat ik tankstations moet gaan opslaan. Dus dat is dan station naam. Naam van tankstation. We hebben ook station locatie. Dat is dus de locatie waar dat is. Dus in Tilburg, de A5, et cetera, et cetera. Station merk. Nou, wat is het? Bijvoorbeeld een Total, een Shell, een Esso, et cetera, et cetera. Wat wil ik nog meer weten eigenlijk? Wat is het beste programma? Krijg ik als vraag voor Linux. Hij heeft op een gegeven moment Debian 11. Ja, ik denk dat dat gewoon nog steeds Notepad++ is. Notepad++ werkt namelijk op alle platforms. Dus vandaar dat je eigenlijk overal kunt gaan gebruiken. Vandaar. Even kijken, wat wil ik nog meer van het station weten? Dus natuurlijk, station brandstof. Dus dat is brandstoftypes. Want ik wil natuurlijk weten wat voor brandstoftypes hebben. En natuurlijk de prijzen. Station brandstofprijs. Wil je er meer opslaan? Nee, ik denk dat het eigenlijk wel even is. Dit is voor mij nu even een globale. Ik moet wel iets bij de user opslaan. Een wachtwoord en gebruikersnaam van de user. Dus kan de user natuurlijk niet inloggen. Dat is ook wel heel erg handig om op te slaan. Oftewel, ik heb nu eigenlijk wat dingen opgeschreven die ik graag wil opslaan in de database. Maar normaal gesproken doe ik dit op pen en papier. En schrijf ik het uit en doe ik dit elke dag een keer lezen en schrijf ik er wat meer bij. Zodat ik vanzelf een mooie database ga krijgen.
Maar ik denk dat het voor ons geval eigenlijk zo ook wel goed is. Maar vervolgens ga je naar de volgende stap en dat is het normaliseren van de database. Ik heb daar een hele uitgebreide video over gemaakt. Die zal ik even aan de infocard toevoegen als deze livestream afgelopen is. Ik heb ondertussen de hik. Dan kun je precies zien hoe normaliseren werkt. Maar voor nu ga ik het even met jullie doornemen zelf. Ik krijg hier ook nog in de chat te doen. Doe ook prijzen bij elk tankstation. En gaat er zeker aankomen. Visual Studio werkt ook prima op Linux. Ik gebruik het dagelijks. Oh, dat vind ik een hele goede, want ik wist niet dat Visual Studio ook op Linux werkte. Dus dat heb ik weer wel geleerd. Dankjewel. Er zijn ook twee verschillende programma's. Video Studio en Video Studio Kodi. Dat klopt. Dat zijn twee verschillende programma's. Dat klopt zeker, ja. Oké. Ik heb nu eigenlijk onze gegevens opgeslagen. Of getypt. Dat zijn dus deze gegevens. En die gaan we normaliseren. En we normaliseren betekent eigenlijk dat we hier iets duidelijkers van gaan maken. Want dit kun je natuurlijk nooit opslaan in een database. Maar als je goed kijkt, zie je mij eigenlijk al dat er twee types aan het ontstaan zijn. Eén type is alles over de user. En één type is alles over de stations. Dus de eerste stap in normaliseren is, probeer de types te gaan onderscheiden. Dus probeer groepjes te maken. Ik heb dat automatisch al gedaan, omdat ik dit regelmatig doe. Maar vandaar dat ik zo al heb staan. Dus we hebben een database, die heet user, of een tabel heet user. En een tabel heet db8station. Oké, dat betekent eigenlijk dat we de laatste gegevens al weg kunnen halen. Dus van user mag overal weggehaald worden. Van user en datum. User. Station hetzelfde. De naam hoef ik, of het station hoef ik niet meer te weten. Dus die mag weggehaald worden. Die mag weg. En die mag weg. Dan zie je eigenlijk al een stukje duidelijker gaat worden dat je dus eigenlijk al makkelijker gegevens kan halen. Ik zal deze keer even loszetten. Dan is het nog duidelijker. Nou, dat is de tweede stap. De eerste stap is schrijf grofweg alles op wat je denkt nodig te hebben, wat je wil gaan opslaan. En de tweede stap is, ga eigenlijk groepjes maken wat bij elkaar hoort. Maar de derde stap is het geven van de namen. Nou, de namen vind ik eigenlijk bijna goed, maar ik ga ze dadelijk wat duidelijker maken. Dit stukje doe ik even nu. En de derde stap is dus het maken van relaties. We zullen op een of andere manier namelijk de user en het tankstation aan elkaar moeten koppelen. In de meeste gevallen. Nou, in dit geval gaan we het... Ik zeg het trouwens helemaal verkeerd. Nee, maar zo uit. In de derde stap ga je normaal gesproken koppelingen maken tussen een user en in dit geval een station. Maar in dit geval is het niet nodig. We kunnen namelijk de users en het station onafhankelijk van elkaar opslaan. Maar dat betekent wel dat we nog een koppelingstabel nodig moeten hebben. En wat wil dat zeggen? Een koppelingstabel geeft eigenlijk aan hoe we de gegevens aan elkaar vast gaan maken. Nou, dat gaan we later uitleggen. We gaan eerst even verder de naam aanpassen. Standaard gaan we namelijk in databases werken met Engelse benamingen en ook verkorte benamingen. En dat doen we met de zogeheten camel code methode. Oftewel, we beginnen met een woord, bijvoorbeeld hoi. Dan doen we een hoofdletter. Ik ben Davy. Dus we beginnen met een kleine letter. En volgens is ieder woord wat je normaal gaat typen met een hoofdletter getypt. Dus die gaan we even aanpassen. Dat stond een naam. En in mijn geval gaan we dan maken username. De volgende wordt user e-mail natuurlijk. User e-mail. User wachtwoord. User wachtwoord. Oh, wachtwoord. User gb. Gb. En ik ga hier trouwens van maken user pas. Dat vind ik net wel mooier staan. De punten gaan we ook aanpassen. Oh, zonder hoofdletter, Davy. En de punten wordt dan... even kijken. User... points. Points. En de datum wordt dan... user... at... date. Nou, op deze... 3, 2, 1, go! Ik sprak mezelf. Is toch een livestream... Naar een anderhalf jaar ongeveer stuk weer even wennen, moet ik eerlijk zeggen. Nou, wat heb ik dus nu gedaan? Ik heb alle namen, zoals ik ze eerst heb gedaan, heb ik ze omgezet naar namen, zodat ik ze in de database makkelijk kan opslaan. Ik kies er persoonlijk altijd voor om de naam van de tabel die we gaan gebruiken, het van user, ook vooraan de naam in de tabel te gaan gebruiken.
Zo weet je heel erg duidelijk als je straks aan het programmeren bent uit welke tabel je de gegevens haalt. In dit geval weet ik, user e-mail komt uit de tabel user, enzovoorts, enzovoorts. Dus puur eigenlijk voor jezelf om het wat makkelijker te maken. Nou, date is altijd wel een lastige, want wat bedoel je precies met de date? Is dat de date wanneer ze laatst hebben ingelogd, laatst iets gewijzigd hebben of wanneer ze voor het laatst hebben iets hebben toegevoegd? Dus vandaar dat ik eigenlijk altijd add voor zet. Dit is de datum dat het account is aangemaakt. Dan hebben we dus nog een login. Dan weten we wanneer mensen voor het laatst hebben ingelogd. En we gaan hier ook nog een wijziging doen. Edit. Dan weten we wanneer ze het laatst hebben gewijzigd. Een e-mail of een gegevens. Nou, ik denk dat dit wel een beetje mooie gegevens zijn. Ik zie wat vragen trouwens in de chat binnenkomen. Even kijken. Ja, ik krijg hier inderdaad wat opmerkingen. Ik ga niet over programmeren, maar dan ga ik over Video Studio en Visual Studio Code. Hier wordt gezegd, Video Studio kun je programma's maken en 2D games enzovoorts. En met Video Studio Code kun je scripten schrijven. En dat klopt inderdaad. Vaak denkt iedereen dat het een heel pakket is, en dat is eigenlijk ook wel, maar het zijn twee losse pakketjes. Het code gedeelte, daar kun je echt de code schrijven, bijvoorbeeld een website, een game enzovoorts. Maar de studio gedeelte, als je het even zo gaat benoemen, is het totaal gedeelte waar je alles mee kunt gaan doen. En daar worden vaak ook games mee gemaakt. Omdat het zo'n groot pakket is, is het een vrij lastig pakket om in één keer te gaan aanleren. En dat is de reden dat ik gebruik maak, nogmaals, van Notepad++. Nou, de user tabel vind ik eigenlijk wel in orde. Dus dan gaan we naar de volgende toe, dat is station. Station name. station locatie. Doen we lock. Station. Station. Ja, wat gaan we hiervan maken? Station. Merk. Brand. Ik ga trouwens later, dat doe ik buiten de opnames om, ga kijken of de spelling allemaal goed is. Zoals jullie weten, ik heb dyslexie. Dus vandaar dat het kan zijn dat er wat spelfouten in zijn. Dus na de opnames zal ik even gaan controleren of de spelling allemaal in orde is. Dus mocht je spelfout zien, je mag het altijd melden, dat sowieso. Maar ik ga nog wel sowieso controleren. Dan doen we bij de brandstof hetzelfde. Dus dan doen we eventjes station... Fuel. Volgens mij staat het goed zo, weet ik niet zeker. En station price. Nou, die laten we wel even staan. Dus, als we even gaan resumeren. De eerste stap van normaliseren is grofweg opschrijven wat je eigenlijk denkt te willen gaan opslaan. De tweede stap is het iets verder gaan uitspecificeren of je ook echt tabellen van kan maken. In mijn geval dus een tabel users en een tabel stations, de tankstations dus. En de derde stap is om de namen gaan toe te voegen. Nou, nogmaals, ik vind het makkelijk om op deze methode te gaan werken. Maar er zijn ontzettend veel methodes voor. Niks is wettelijk vastgelegd, als je ook kan zeggen. Dus je mag eigenlijk voor kiezen wat je zelf wil. Maar ik vind dit het handigst om te gaan doen. Nou, de vierde stap, en dat is misschien wel een hele belangrijke stap, is het aangeven van unieke waardes. Als je database wil gaan maken, is het namelijk verplicht om één regel uniek te maken. Denk even, als je een Excel document hebt, dan heb je de regelnummers staan en de kolommen. Nou, de regelnummers zijn elke keer uniek. Moet in onze database ook zijn. Dit zijn eigenlijk onze kolommen. Als we naar Excel gaan kijken, en onze regels moeten uniek zijn. Dus wat gaan we toevoegen? Een user ID en een station ID. Station ID. Dit zijn dus waarden die standaard automatisch door de database aangemaakt gaan worden, maar waar wij niks mee gaan doen, maar die wel heel erg belangrijk zijn om ons systeem te zorgen dat het niet fout gaat. Dus dit is heel erg belangrijk om erin te gaan verwerken. Ik krijg nog een vraag. Als beginner kun je inderdaad beter beginnen met een programma zoals Notepad++. Dat is gewoon iets makkelijker als je een beetje onder de controle hebt, dan kun je de switch maken naar Visual Studio Code. Nou, daar ben ik heel met je eens. Tom, dat zou ik zeker ook aan willen raden.
Maar omdat ik natuurlijk jullie het aanleer, blijf ik gewoon hier aan werken. En daarnaast moet ik ook eerlijk zeggen dat ik hier ook zelf het liefst in werk. Moet ik ook heel eerlijk bij zeggen. Nou, we zijn nu de vier stappen gedaan van het maken van een database. Nu gaan we de laatste stap doen, de vijfde stap. En dat is het toevoegen van gegevens. Als we namelijk een database gaan maken, moeten we op gaan geven wat voor type zo'n veld is. Maar daar heb je ontzettend veel mogelijkheden voor. Maar de meest voorkomende voorbeelden zijn tekst. Dat is dus een lab tekst kunnen aan typen. Er zit geen einde vast. Een num. Oftewel, daar kun je alleen maar cijfers aan typen. Die kun je maximaal 11 karakters lang maken. Een varchar. Dat is een variabele char. Oftewel, daar kun je cijfers, letters, punten, commas, uitroeptekens, alles in plaatsen. En die heeft een maximale waarde van 255 tekens. Althans, dat wordt vaak gebruikt. En je hebt de datumnotatie. Die kun je zowel alleen met de datum en tijd doen, of alleen de datum. Nou, wat ik ga doen, ik ga hier eigenlijk achter zetten wat ik eigenlijk wil gaan dat deze velden zijn. Nou, user ID is in mijn geval eigenlijk altijd een nummer. En is bij mij eigenlijk altijd 11 karakters lang. Nou, de naam, de gebruikersnaam van iemand. Het lijkt me sterk dat dat langer is dan 255 tekens. Dus ik ga hem hier ruiken op varchar. Ik doe heel eventjes dan een var opschrijven. En die zijn 255 tekens lang. Het e-mailadres is in mijn geval hetzelfde. Ook 255. Oh, 255. Een password is mijn ook een variabel 255 tekens. In mijn geval zat ook bij de gebruikersnamen 255 tekens. De punten, die zijn weer numeriek. De datum is een date time. En de rest is ook datetime. Zo. Nou, doen we natuurlijk hier onderaan ook. Een station is natuurlijk ook weer een numeriek veld. En die is ook weer 11 karakters lang. Een stationsnaam is ook weer een varchar. En die stond 55 tekens lang. Locatie. Dat is een langer veld. Dus daar gaan we tekst van maken. Want dan wil ik de locatie van Google gaan gebruiken. Dus echt gewoon de unieke locatie. Dus echt met je lengte en breedte in de kaart. Je GPS locaties. De brand. Dat is volgens mij verkeerd getypt. Volgens mij is het met een T. Dat is een varchar. Die is 255 tekens ook lang. En dit is ook een tekst. Ik denk dat die wel wat langer zullen zijn. Hè? En hier is ook een tekst. Nou, om even nog duidelijk uit te leggen. Wat is nou het verschil tussen een tekst en tussen een varchar? Eigenlijk is het gewoon wat je invoert. Een varchar heeft een maximale grootte. Die kan dus ook niet groter worden. Terwijl een tekst eigenlijk onbeperkt is. Daar kun je zoveel typen als je wil. Dan zou je kunnen zeggen, waarom maak je niet gewoon als tekst? Dat is een stuk makkelijker. Klopt zeker. En dan zul je ook zeker niet in problemen gaan komen. Het grote nadeel zijn wel, al je database neemt veel meer ruimte in beslag. Met een tekst als met een varchar. Want jouw database weet, een varchar is met 255 tekens. Want die heb je opgegeven. Een tekst daarentegen, die is een stuk langer. Die kun je ook wel maximaal zetten, moet ik zeggen. Maar je database zal standaard aan een stukje meer ruimte voor gaan in orde. Zoals het kan, zou ik zeggen, maak gebruik van een varchar. Kan het niet, of ben je bang dat het mogelijk niet gaat lukken, maak er dan tekst van. En mocht je nou ooit merken dat varchar toch te klein is, dan kun je hem altijd nog omzetten naar een tekst. Dat is geen enkel probleem, dat is altijd mogelijk. Er zijn nog wel twee dingen die we moeten gaan doen. We moeten namelijk gaan aangeven wat een unieke waarde is. We zullen namelijk aan moeten geven aan onze database welke waarde uniek is. En zullen we kijken of we dat... Nee, ik kan het helaas niet onderstrepen, want we doen normaal gesproken. Maar ik zal nu een golfje neerzetten. Daar gaat niet. Een golfje neerzetten. En het golfje geeft aan, dit is dus de unieke waarde. En in de volgende video, of in de volgende livestream van over één maand, zal ik je eens laten zien hoe je dit dus allemaal kan toevoegen in de database zelf. Zodat we zelf een database kunnen gaan maken. Nou, resume, wat hebben we dus nu gedaan? We hebben als eerste opgeschreven wat we denken dat we aan functionaliteit gaan nodig hebben in onze website. We hebben een database aangemaakt, althans we hebben een ontwerp gemaakt van een database. En we hebben ook een beetje besproken wat er in onze
database gaat komen in onze systeem eigenlijk. Dan ben ik heel erg benieuwd of jullie nog leuke ideeën hebben die ik eventueel toe kan gaan voegen hieraan om het nog wat mooier te maken, als je ook kan zeggen. Als jullie even in de chat willen achterlaten wat voor leuke ideeën daarvoor hebben, dan ga ik even een stukje openen. Als ik mijn muis eruit kan krijgen. Dan ga ik namelijk even nog een veld extra openen. En dat is namelijk hoe ik de mappenstructuur heb gemaakt. Die ik hierboven heb weergegeven. Dus ga ik even toevoegen. Even kijken. Mappenstructuur. Die kunnen jullie helaas niet zien. Dus die gaan we eventjes in de chat toevoegen. Livestream. Dat is deze. Even kijken. Dan gaan we een venstercaption toevoegen. Dit is het. Nu kun je ook gelijk zien. Oh, ik zal hem eventjes hier neerzetten. Zo, ik denk het wel voor jullie duidelijk in beeld. Zal ik hem iets groter zetten? Zo. Ik heb net verteld dat als ik een website ga maken, ik eigenlijk standaard ga gebruik maken van een template. De template heb ik zelf ooit bedacht. Dat is dus helemaal niet door iemand opgegeven of iets. Het is puur hoe ik het zelf bedacht heb. En ik vind het heel fijn werken. Maar je mag natuurlijk als je wil hier ook van afwijken. Dus dit is gewoon puur je eigen keuze. Alleen ik ben iemand die nogal georganiseerd hiermee is. Dus ik wil eigenlijk ook gewoon dat het mij georganiseerd eruit blijft zien. Als eerste zie je hier staan je index.php. Het is standaard de pagina waar je website als eerste naar gaat zoeken. Die heet of index.php of index.html. Die naam is eigenlijk standaard. Die mag je wel aanpassen. Maar het handigste is om hem zo te laten. Anders moet je heel moeilijke stappen gaan uitvoeren om dat te gaan oplossen. Dus ik zou aanraden, index.php, houd die als je standaardpagina. Vervolgens zit er ook drie mapjes heb aangemaakt. Mapje C6, daar komt dus eigenlijk al mijn style in te staan, al mijn opmaak dus dergelijke. Normaal vergelijken bij een huis, daar staat je behang in, je schilderwerk, je kleurtjes, etcetera, staan daarin. Vervolgens heb je mapje IMG. En IMG staat eigenlijk alles wat te maken heeft met afbeeldingen. Dus je logo, icoontjes, etcetera, die komen allemaal hierin te staan. Ink, oftewel included, daar staan alle pagina's in die je wel gaan includen. Wat kunnen dat zijn? Denk even aan functionaliteiten. Zoals ik net heb verteld, we hebben een pagina genaamd function.php. En die pagina zal er eigenlijk voor gaan zorgen dat we allerlei verschillende functionaliteiten toe kunnen gaan voegen. Denk even aan de kamers. Een slaapkamer, een badkamer, een keuken. Etcetera. Bij een huis noem je het kamers en bij een website noem je het functies. Of classes, projecten, net hoe je het wil noemen. Iedereen heeft zijn eigen naam daaraan. Ik vind functions een mooie naam ervoor. Nou, als we naar die pagina's gaan kijken, naar de index gaan we beginnen. Dan zullen we eigenlijk zien. Oh, dan moet ik deze weghalen natuurlijk. Update. Dan zul je eigenlijk zien dat hij bij het verschillende dingen staat. Als eerste. Oh, hier moet ik klikken. Als eerste een session start. Een session start geeft eigenlijk aan, we mogen sessies gaan aanmaken. Dat is nu niet belangrijk, maar zodra we straks een inlogformulier gaan maken, is het heel erg handig. Dus ik zou zeker zeggen, houd hier altijd bij alvast. Dan gaan we de eerste pagina includen. En dat is je db-mapje, dus je db.php, je database connection. Als je deze niet invoegt, dat is op zich geen probleem, maar dat betekent wel dat je website dus geen connectie met de database kan maken. Dus erg belangrijk. Ik zou zeggen, zet die altijd bovenaan. Niet bovenaan helemaal, want op regel 2 is het verplicht om je session start te hebben staan. En daaronder mag je include zetten. Session start moet altijd bovenaan staan. Vervolgens gaan we een standaard HTML pagina aanmaken. Doen we een doctype daarvoor. En dan gaan we een HTML language. Die language is een beetje universeel, daar zijn ook wat discussiepunten over. Ik typ gewoon in Nederlands. Er zijn mensen die zeggen, ja, dan wordt je website minder snel geïndexeerd door Google Engelstalig. Ja, dat klopt wel. Maar ja, mijn websites zijn nou eenmaal Nederlandstalig. Dus vanuit ik er altijd op NL laat staan. De titel, dat is de titel van je website. Die komt dus bovenaan in je URL-balk te staan. Nou, die heb ik nog niet. Ik heb al wel een domeinnaam in gedachten. Ik heb hem ook al geregistreerd, maar ik weet nog niet precies of ik hem hier ook voor ga gebruiken. Dus die hou ik even zo. Een chartset. Laat maar gewoon lekker staan. Dit zijn gewoon goed zo. Hier onderaan hebben we nog een viewpoint staan. En een viewpoint, in dit geval deze. White, difference, white, initial, scale, 1%, maximum 1%. Of 1 keer.
Dit is eigenlijk om je website compatibel te maken met je telefoon. Wat hier eigenlijk staat is, de wijdte van je beeldscherm is even groot als de wijdte van je device, oftewel van je toestel. Dus bij je beeldscherm is het zo, en bij je telefoon is het een stukje kleiner. Dit zorgt ervoor dat je website mee gaat schalen. Je initial scale geeft aan hoeveel die standaard geschaald worden. Dus wordt die één keer ingezoomd, twee keer ingezoomd, een halve keer ingezoomd, enzovoorts. En je maximum geeft ook aan. Je zou bijvoorbeeld kunnen aangeven, je initial is 1, standaard is hier op 1, en je maximum is 5. Dat betekent dat je tot 5 keer toe je beeldscherm kan inzoomen. Ja, ik maak er eigenlijk nooit van gebruik van, dus vanaf dat hij hierop staat, maar je zou het kunnen aanpassen. Je copyright, dus niet verplicht. Ik vind hem gewoon fijn om erin te zetten. Hier kun je straks je eigen naam neerzetten. Zo geef je eigenlijk aan iedereen aan, hey, ik heb deze website gemaakt, die is van mij, dus blijf er vanaf. Description, een hele korte beschrijving over wat er op je website is. Vroeger gebruikte Google dat heel veel en kreeg je ook in je zoekresultaten bij Google dit als eerste te zien wat je hier invoerde. Tegenwoordig maakt Google daar geen gebruik van, maar zijn er wel oudere zoekmachines die daarvan gebruik maken. Dus vanuit ik hem eigenlijk standaard er nog gewoon in laat staan. Die gaan we zo ook later invullen. Je distribution is globally. Oftewel, waar mag je website geïndexeerd worden? Mag dat alleen maar in Nederland zijn of over de hele wereld? Nou ja, hoewel ik eigenlijk geen mensen uit het buitenland verwacht, laat ik hem toch altijd op global hier staan. Simpelweg, ja, waarom ook niet? Ik vind het gewoon goed genoeg werken. Je Google Site Verification, ja, die ga ik eruit halen. Je zou namelijk Google Analytics erachter kunnen hangen en heb je die nodig. Ik hang die hier niet aan, dus die heb ik niet nodig. Je robots, dit is eigenlijk voor je zoekmachines bedoeld. Wat wil je gaan doen? Nou, je wil aangeven dat dit je indexpagina is. Dat ze die mogen indexeren. En alle volgende pagina's die vanuit je indexpagina te vinden zijn. Erg handig om die erin te laten staan. Je revisit after. Dat geeft eigenlijk aan Google aan hoe vaak jij verwacht dat er op je website iets gewijzigd zal worden. Maar standaard staat hij bij mij enkel op 7 dagen. Het handigste is om wel een beetje realistisch daarnaar voor je te zijn. Stel je zegt hier 1 dag neer. Dan zeg je eigenlijk tegen Google, elke dag zal er op deze website nieuwe informatie komen. Ja, wanneer dat niet is en Google komt dan na een paar keer, zou je een soort van strafpunten krijgen. Dus houd het een beetje globaal aan. Nou ja, omdat het over brandstofprijzen gaat, zou ik haast 1 dag neer kunnen zetten. Maar ik laat hem gewoon even op 7 dagen staan. Je auteur, dat is eigenlijk gewoon wie de programmeur is van de website. Dus wie de website gemaakt heeft. Laat ik er altijd bij staan. Vervolgens voeg ik mijn style sheet in. Dat is dus de pagina style.css. Daar staat mijn opmaak in. Dus dit is eigenlijk allemaal nog technische informatie voor je website. Dit ziet een bezoeker nog eens niet staan op de website. Het is puur alleen technisch. Daarvoor zet ik ook een linkje van Google neer. Google API, Font Family, Material Icons. En het zijn al die kleine icoontjes die je van Google gratis kunt gebruiken. Nou, ik vind het ontzettend fijn om te gebruiken en heel veel mensen gebruiken die. Dus vandaar dat ik hem zelf ook gebruik. Dus die komt hier te staan. En vervolgens hebben we hier onderaan nog staan je main. Maar die zal ik niet gaan gebruiken, denk ik. Als mocht je JavaScript gaan gebruiken. En ik denk dat ik dat niet hierbij ga gebruiken. Nou, vervolgens gaan we onze website. Alles wat in de body staat, zoals ik echt daadwerkelijk op de website komen te staan. Dus het gedeelte dat hierboven staat, is puur technische informatie voor je webbrowser en voor een zoekmachine bijvoorbeeld. De informatie hieronder, die is te zien voor je bezoekers. Dus dit is wat je bezoekers zien. Nou, dit zijn een beetje standaard hoe ik mijn website opbouw. Als eerste heb je een header, met erin navigation, een menu dus. Dan heb je een main zitten, ik zal die ook trouwens main noemen. Met daarbinnen een section en onderaan een footer. Nou, nu zie je dat ik hier header en een class header gebruik. Je zou dit ook weg kunnen laten. Maar er zijn nog steeds browsers, vooral oude browsers, die dit niet helemaal snappen. Want dit is een nieuwe manier van CSS5, CSS3 bedoel ik. Dus vandaar dat ik het uiteindelijk altijd dubbel op neerzet. Ik zal hier ook bij zetten trouwens. En hier ook. Footer. En section. Nogmaals, dit is niet verplicht. Ik vind het gewoon een fijne manier van werken. Aan die onderaan zie je dat ik nog een pagina include. En dat zijn de functions.
Dus alles wat in de pagina functies bij PHP komt, zal hier in dit stukje komen te verschijnen op onze website. Dus we willen een beetje de opmaak van de website en de techniek, de kamers, apart gehouden. Misschien is het allemaal een beetje moeilijk en misschien hebben jullie zoiets van, hey, hoe kan dat nou precies? Hoe werkt dit? Geen probleem, kijk gerust deze livestream nog een keer terug als die afgelopen is. En dan kun je van voor af aan weer gewoon beginnen met kijken. En in de volgende video zal alles nog duidelijk gaan worden hoe we het precies gaan doen. Want dan gaan we ook daadwerkelijk programmeren met onder andere onze database. Nou, het was nogmaals een beetje lastig misschien, maar dat gaat vanzelf verandering komen. Ja, dit was dan ook deze livestream. Ik ga hier eventjes een punt aan maken. Dit is ook het einde van deze livestream dus. En nogmaals, in deze video hebben we dus eigenlijk gekeken hoe dat je begin kunt gaan maken van een website aanmaken. Nu is het misschien een beetje een saai stukje van een livestream en dat snap ik ook, heel erg goed zelfs. Maar dat hoort er wel bij. Deze saaie stukjes zijn heel erg belangrijk. Want wanneer je de basis van je website niet goed hebt, zul je later ook in problemen treden. Vergelijk het nogmaals, ja, ik maak heel vaak metafoors met een huis. Maar vergelijk het met een huis. Als je een huis bouwt en de fundering is niet goed, dan zal je huis uiteindelijk later kunnen inzakken, scheuren, etc. Zorg ervoor... Sorry, ik mag trouwens geen et cetera meer zeggen. En ook niet enzovoorts. Iemand die... ik bedenk dat beneden we net. Maar in ieder geval, mocht je een huis gaan bouwen, wil je ook met een goede fundering beginnen. Zo met de website ook. Begin goed, kost misschien eens meer tijd, maar zul je later veel meer profijt van hebben. Nou, mocht je nou nog vragen hebben over deze livestream of meer willen weten, stel die vraag dan gerust die onderaan de reacties. En dan ga ik ze morgen rustig op mijn gemak even allemaal met jullie doornemen. Om zo ja, alles duidelijk te kunnen maken. Nou, ik hoop jullie terug te zien over 4 weken of over 1 maand dus, bij een nieuwe livestream op mijn kanaal. Maar voor nu zou ik zeggen, een hele fijne avond gewenst. En op zo'n Brabants, houden we en bedankt.